De mooiste tijd van het basketbalseizoen staat op het punt van beginnen. De play-offs. In de B-Next League barst de strijd los in twee verschillende kampioenschappen. Namelijk het Nederlandse kampioenschap en het B-Next kampioenschap. Oftewel het kampioenschap van Nederland en België. Wat betekent dit voor Yoast United en wat kunnen we verwachten? Pak de agenda er maar bij. Yoast United plaatste zich als hoogst geëindigde Nederlandse ploeg in de Elite Silver voor de nationale play-offs. De Dutch Playoffs genaamd. Er wordt in een best of three gespeeld tegen het als derde geplaatste Nederlandse team uit de Elite Gold. Het team dat als eerste twee wedstrijden wint, gaat door naar de volgende ronde. Het hoogst geplaatste team heeft hierin het thuisvoordeel en begint met een thuiswedstrijd. Voor Yoast United betekent dit dat er eerst uit zal worden gespeeld. Omdat de kooi niet beschikbaar is op 5 mei, zullen de data worden gewijzigd naar 2, 4 en 7 mei. We verwachten jullie dus allemaal op 4 mei in de kooi. Yoast United gaat natuurlijk vol voor de winst. Wanneer dit lukt, plaatsen ze zich voor de halve finale van de Dutch Playoffs tegen de nummer 2 uit de Elite Gold. In een best of 5 kan een finale plaats worden behaald. De wedstrijden worden in een schema van uit-thuis-uit-thuis uitgespeeld, omdat de tegenstander het thuisvoordeel heeft. Dat betekent dat we thuiswedstrijden hebben op 12 en 16 mei. Mocht Yoast 3 van de 5 wedstrijden winnen, plaatsen ze zich voor de finale die eveneens in een best of 5 wordt afgewerkt. Dan zullen we de thuiswedstrijden spelen op 23 en 27 mei. Beide teams, dus winnaar en verliezer, stromen dan in de B-Next Playoffs. Wanneer Yoast United in de eerste ronde van de Dutch Playoffs verliest, gaan zij automatisch door naar de B-Next Playoffs, waar ze in de tweede ronde zullen instromen. In de gehele B-Next Playoffs wordt een best of 2 gespeeld, behalve in de finale. Het hoogst geplaatste team speelt altijd eerst een thuiswedstrijd. Mochten beide teams één wedstrijd winnen, dan wordt er gekeken naar het onderling resultaat. Is deze ook gelijk, dan wordt er verlengd. Een voorbeeld. Yoast United verliest uit met 5 punten, maar wint thuis met 6. Dan gaat Yoast United door naar de volgende ronde. Is het verschil in beide wedstrijden 5 punten, dan wordt er een verlenging gespeeld. De route tot de B-Next finale ziet u nu in het scherm, met waarschijnlijk, wat afhankelijk is van de tegenstanders, thuiswedstrijden op 14, 23, 29 mei en 3, 7 en 11 juni. Maar dan moet Yoast United zich natuurlijk wel plaatsen. De conclusie. Er komt een hele mooie periode vol spanning en spectaculair basketbal naar Bemmel. Ben jij erbij? Wij zijn er klaar voor.